We gaan de komende weken nog enkele video's. We hadden er in het eerste semester al van die kleine video's, scheiding der machten, feudalisme en dergelijke meer. We hebben er nog wat bijgemaakt, maar die waren nog niet af. We gingen nog met studenten ook wat interviewen om het wat levendiger te houden. Dat is niet gelukt. Maar die video's die gaan we de komende weken ook op YouTube zetten, zodat dat nog wat extra illustratie is. Het maakt wat we gezegd hebben in de les iets makkelijker begrijpbaar. Het is een hulpmiddel eigenlijk voor de studenten. 20e en laatste les, digitale les. Die gaat handelen vandaag over bevoegdheids- en belangenconflicten. Een stukje uit de staatshervorming dat we niet hadden behandeld en dat we dus nu nog gaan doen. En met een voorbeeld waar ook een tekst is aangegeven die door Belgium Law Blok, dat is degene die de mensen van onze dienst publiekrecht maken. Het is een blog waar nu en dan eens iets op verschijnt. Over geluidsnormen, einde van turbulente communautaire vlucht in zicht. Beetje positief of optimistisch misschien, want er blijven nogal wat heikele punten over hangen. In elk geval, de luchthaven is een typisch voorbeeld waar belangen- en bevoegdheidsconflicten een stuk door elkaar heen gaan, die elkaar kruisen, zoals vliegtuigen dat ook doen. Bij vliegtuigen meestal gelukkig maar op een veilige afstand. Bij het debat over de luchthaven was dat altijd niet altijd zo. Belangen- en bevoegdheidsconflicten, onderscheid tussen de twee moeten we duidelijk maken, dat is niet zo moeilijk. En gaan we dan het belangenconflict en dan het bevoegdheidsconflict ook bespreken. We gaan daarna ook nog even aandacht aan het examen heel kort hebben. Zullen we even aandacht besteden, excuseer, aan het examen. Goed, het onderscheid belangen- en bevoegdheidsconflicten. Weten we, onschendbaarheid van de wet. Er was geen mogelijkheid om de wet in vraag te stellen, maar omdat onze staatshervorming geen hiërarchie der rechtsnormen voorziet. Niet de enige, ter andere. Er zijn nog federale staten die daar toch heel erg argwanend over zijn dat bijvoorbeeld het federaal niveau zou domineren. Over de gewestelijke gemeenschapsbevoegdheden, ook in Canada en in Zwitserland, is het niet zomaar duidelijk dat een federale wet zou kunnen domineren op wat de provincies Canada of de kantons Zwitserland voorzien. In Duitsland hebben we dat wel, Bundesrecht bricht Landesrecht. Het bondswetgevend arsenaal domineert op het arsenaal van de lender, maar dat is een groot principe. De praktijk is en ook de uitwerking van het principe is niet zo, hoe zou ik zeggen, niet zo vergaand dat men zomaar kan zeggen. Als de lender die beslissing, als de bondenstaat een beslissing neemt, dat de lender gaat moeten volgen. Zo zit het niet in elkaar. In elk geval, we hebben die hiërarchie niet, dus je hebt een risico op conflicten. En dat kan via dat men meer samen gaat werken, het coöperatief federalisme, maar dat is natuurlijk ook beperkt, of men heeft conflictprocedures. En men kan dus hopen, we gaan niet tot een conflict komen, want we gaan dat vermijden. Door samen te werken, maar eenmaal er is, heb je conflictprocedures. En die conflictprocedures hebben betrekking op belangenconflicten en die hebben betrekking op bevoegdheidsconflicten. Een belangenconflict betekent dat een van de entiteiten een beslissing neemt of zal nemen, waardoor het belang van de andere partijen geschaad wordt, zonder dat die partij haar bevoegdheid te buiten gaat. Het is perfect mogelijk dat men een bepaalde beslissing neemt die toch negatief is voor een andere deelstaat, zoals dat ook tussen landen is. Het is perfect mogelijk dat België legitiem iets beslist, waardoor andere landen toch wat moeilijkheden kunnen krijgen. Dat is perfect mogelijk. Wanneer België de belasting op benzine verlaagt, dan gaan mensen vanuit Frankrijk en vanuit Nederland hier komen tanken en op die manier zal Frankrijk en Nederland minder belastinginkomen hebben. Als wij omgekeerd dan weer onze belasting heel erg verhogen, hè, dan gaan Nederland naar Frankrijk en de grensstreken mensen hebben die bij hen komen tanken. Dus, maar dat is allemaal binnen een bevoegdheid. Dat noemt men dan belangenconflicten. Hè, wanneer binnen de bevoegdheid Brussels Hofstedelijk Gewest zegt: wij willen geen nachtvluchten, hè, als een voorbeeld, of we gaan dat heel erg beperken,
Dan heeft dat een negatieve invloed op de ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem, heel erg. Maar het is een bevoegdheid, wel milieunormen zijn een bevoegdheid van het Brusselse Hofstedelijk Gewest, zoals het ook een bevoegdheid is voor het Vlaams Gewest. En dan op dat moment is het zo dat je daar niet veel kunt tegen doen. Anders is het wanneer het gewest bijvoorbeeld zou een Brusselse Hofstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest of de federale overheid een aantal beslissingen zouden nemen die tegen de bevoegdheidsverdeling komen. En dan komen we bij een bevoegdheidsconflict. Een bevoegdheidsconflict die een schending inhoudt van de bevoegdheidsverdeling op horizontale manier, dus tussen de federale overheid, gemeenschappen, gewesten. Wanneer daar een bevoegdheidsconflict ontstaat, dan is het ipso facto een bevoegdheidsconflict. Als daar een conflict tussen de wet is, dan is het altijd een bevoegdheidsconflict. Het is niet mogelijk dat die wetten conflicteren met elkaar. Dus dat is niet toegelaten. Als dat gebeurt, betekent dat één van hen hun bevoegdheid heeft overschreden. Soms heb je een belangen- en een bevoegdheidsconflict erin en maakt het dan natuurlijk wat moeilijker. Een belangenconflict dat kan uitgaan van de wetgevende macht of van de uitvoerende macht. Dat gaan we straks bekijken. Maar we hebben daarvoor een orgaan gecreëerd die dat bevoegdheidsconflict zou moeten proberen. Dat het belangenconflict probeert in goede banen te leiden. En dat is het overlegcomité. Het overlegcomité bestaat uit 12 personen. Daar staat met een dubbele pariteit. Evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. En evenveel mensen vanuit het federale overheid als vanuit de gewesten en gemeenschappen. Het is een typisch voorbeeld ook van het bipolariteitsgegeven. Evenveel Nederlandstaligen en Franstaligen. Hè? Dat is goed. En typisch voorbeeld. En we zien ook dat de Duitsstalige regering heeft daar enkel zitting wanneer het over de Duitsstalige regering gaat. Ze zijn er wel, maar ze hebben eigenlijk niks in de pap te brokken tot op het ogenblik dat het betrekking heeft op de Duitsstalige gemeenschap. Daar mogen ze ook mee praten. Er wordt dan niet bij meerderheid beslist. Een enkele consensusbeslissing is mogelijk en vaak wordt daarom ook niet beslist. Beslissingen zijn op zich niet juridisch afdwingbaar, maar er is toch wel een punt dat het feit dat er een procedure bij het overlegcomité wordt gestart, schorst de behandeling in sommige gevallen. En wanneer er een consensus wordt gevonden, dan is het ook zo dat die schorsing stopt. Maar op zich zijn beslissingen van het overlegcomité niet juridisch afdwingbaar eigenlijk. Belangenconflict kan parlementair of van de uitvoerende macht zijn. Parlementair, een parlement oordeelt dat een ingediend ontwerp of voorstel van wet, decreet, ordonnantie in een ander parlement, het gaat dus over een ander parlement, dat de belangen van dat eigen parlement schaadt op een substantiële manier, ernstig benadeeld staat, dan kunnen die bij 3/4 meerderheid beslissen, wij zien hier een belangenconflict in. En dat betekent dat de procedure voor 60 dagen wordt geschorst. De procedure wordt geschorst. Wat gebeurt? Is dat aangenomen door een deelstaatparlement, dan heb je overleg gedurende 60 dagen tussen de parlementen. Dan heb je de Senaat die 30 dagen tijd heeft om daar iets over te zeggen. En finaal komt het overlegcomité aanbukt. 30 dagen. Als die helemaal niks vinden, oké, dan hebben we heel die periode gelopen. Hè. Dan is dat bekeken, veel gepraat, en hebben we geen oplossing, gaat alles verder. Als er een belangenconflict wordt gestemd door het federaal parlement, dan gaan we de Senaat niet betrekken, want die Senaat dat was vroeger iets dat federaal was, dus men mocht dat daar niet bij betrekken. Dan is het federale parlement, dat gaat overleggen met de andere parlementen, 60 dagen, en gaat het onmiddellijk naar het overlegcomité, waar het 30 dagen heeft. En het idee was, als men in het overlegcomité er niet doorkomt, ja, dan gaat waarschijnlijk de regering kunnen vallen. Of heb je een politieke crisis die zeer groot is. En dat moet dus politiek opgelost worden. Als er een consensus is, kan men een voorstel tot amendement daarop indienen, en dan is het opgelost. Niet, dan gaat de parlementaire procedure voort, maar hebben we wel een groot politiek probleem. Wanneer het op regeringsvlak komt, dan is de regering die oordeelt dat er een andere regering een ontwerp van beslissing die haar schaadt. Het kan zijn dat men een beslissing neemt, maar ook omdat men geen beslissing neemt als dat juridisch verplicht is.
En dan ook het vatten van het overlegcomité met dat belangenconflict betekent 60 dagen schorsing. Ook hier weer gaat dan gepraat worden en na 60 dagen, als er geen oplossing is, kan die andere regering verder gaan. Indien er de oorzaak van het belangenconflict bestaat uit het niet naleven van de overlegprocedure, dan is er een schorsing van de procedure tot het overlegcomité vaststelt dat dat overleg wel heeft plaatsgevonden. Dan laat men ruimte voor die dingen, maar op maximum 120 dagen. Dus in die twee gevallen zijn er is een procedure, maar er is geen dwangmiddel om tot een beslissing te komen, omdat het een politiek probleem is. Men heeft niet gewild dat er een politiek orgaan zou zijn, waarbij dan een soort meerderheid zou kunnen beslissen, wat dan de autonomie van dat andere politiek orgaan heel erg zou aantasten. Men heeft ook niet gewild dat dat de rechtbank was, omdat het een politiek probleem is en geen juridisch probleem en men dat niet wou dus naar een rechtbank brengen. Dat is anders voor een bevoegdheidsconflict. En we hebben het hier over bevoegdheidsconflicten die horizontaal, dus federale wetgever, de gewesten en de gemeenschappen. Verticaal betekent wetgever de uitvoerende macht. Om een bevoegdheidsconflict te vermijden, heeft men een preventief mechanisme waarbij de Raad van State een heel erg belangrijke rol speelt. En bovendien, vanuit de Raad van State kan het ook naar het overlegcomité komen. De Raad van State zegt, er is een bevoegdheidsconflict, dan kan er wel gepraat worden binnen het overlegcomité. Dat is voorzien om een bevoegdheidsconflict te voorkomen. Dat is nog geen bevoegdheidsconflict, maar men zegt, er is hier een probleem. Maar van zodra er echt een bevoegdheidsconflict is, dit betekent dat er een wet of een besluit genomen is waarbij de bevoegdheid van het betrokken orgaan is overschreden. Als dat eenmaal gebeurd is, dan hebben we het conflict. En dan hebben we twee mogelijkheden. Het grondwettelijk hof, dat die bevoegdheidscontrole zal doen wanneer het gaat over wetskrachtige akten, dus wet, decreet, ordonnantie. Of de Raad van State, wanneer het gaat over besluiten van de uitvoerende macht. We moeten daar met twee woorden spreken. Als het over een wetgevende akte begaat. De ordonnantie wordt iets meer gecontroleerd dan wetten en decreten. Dus dat gaat dan wel niet over bevoegdheidsverdeling, maar dat kan er toch heel dichtbij komen. Dus een lichte nuance, in principe bevoegdheidsverdeling, altijd grondwettelijk hof. Wat de bevoegdheidsconflicten door de uitvoerende macht betreft, dan hebben we de Raad van State, maar ook het artikel 159 van de grondwet, de exceptie van onwettigheid, waarbij alle hoven en rechtbanken kunnen toetsen of alles wel overeenkomstig de bevoegdheidsverdeling is gebeurd. En dat wordt ook zo toegepast. Verhouding belang en bevoegdheid. Wanneer er een belangen- en een bevoegdheidsconflict is, gaat men eerst het bevoegdheidsconflict proberen op te lossen. En men kan er ook de Raad van State voor een advies vragen. Waarom? Een bevoegdheidsconflict is een juridisch, is een beetje neutraal, is een technisch probleem. Is men bevoegd of niet? En de rechter lost dat op. Dat betekent dat er geen politieke, hoe zou ik zeggen, geen politieke gevoeligheid, of toch veel minder is. Er is een mindere grote politieke gevoeligheid wanneer het gaat over een belangenconflict. Want dan is het de vraag, wil deze entiteit iets dat een andere entiteit niet wil? Vandaar, bij een conflict tussen een belangen- en een bevoegdheidsconflict gaat het bevoegdheidsconflict voor, gaat men dat eerst nagaan. En misschien wordt het dan opgelost, heel het probleem, doordat men zegt, ja, maar u kunt dat sowieso niet, het mag misschien wel een belangrijk conflict zijn, maar u kunt daar niet toe komen, want u bent er niet bevoegd voor. Goed, dat was het laatste stukje dat ontbrak, even het examen. Dus het examen is natuurlijk wat anders georganiseerd in deze tijden van epidemiebestrijding, pandemiebestrijding. De herkansing voor het eerste gedeelte, dus het gesloten boek van het eerste semester. Die herkansing is om 1 juni 's morgens van 8:30 tot 9:30, is een uur. Dat is hetzelfde principe als anders. Dat gaat door in de GUSP, we moeten wat grote zalen vinden vandaar. Wees op tijd om te vermijden dat studenten te dicht bijeenkomen. We gaan openen voordien.
Maar wees op tijd, houd afstand en wij gaan om 8:15 open gaan. Dan iedereen laten binnenkomen. We zullen ook een aantal plichtplegingen anders organiseren. Want vroeger moest je komen en afgeven, dan zat iedereen daarbij in. Dat gaan we een beetje anders doen. We zullen vragen dat u uw examens gewoon laat liggen. En wij gaan dat zelf komen ophalen, zodanig dat dat ook kan ordentelijk, maar ook veilig gebeuren. Het examen voor het tweede gedeelte, dus het gesloten boek voor het tweede semester en het open boek voor het gehele jaar, dat is in de namiddag van dezelfde dag, 1 juni, en dat is in Flanders Expo. Dat gaat van 1 tot 16 uur. 3 uur meer kunnen we niet. Tussen het gesloten en het open boek gaat het niet zo zijn zoals nu, dat je moet naar buiten en naar binnen gaan. U hoeft ook uw materiaal niet meer ergens in een hoek van het lokaal te brengen, want daar heb je ook op eenhoping. We zullen zeggen, breng alles mee, maar op de tafel van het gesloten boek mag enkel de wetboeken, hè. De wetboek mag daar liggen, niks anders. En wanneer we dan beginnen aan het open boek examen, een uur nadien, dan we gaan het eerst zelf ophalen. Op 5 minuten proberen we dat te regelen. We halen het gesloten boek, pardon, examen op. En dan gaan we het teken geven dat u kunt beginnen aan het gesloten boek. Het open boek. Aan het open boek. En dan kunt u uw andere boeken die u voor het open boek examen mag gebruiken ook op uw tafel leggen. We zijn dus wat flexibeler. We gaan ook een beetje strenger controleren. Als je wat flexibeler bent, moet je ook wat strenger gaan controleren. Ondertussen lees toch goed alle instructies op uw fora. Daar staan nog meer gedetailleerd. Je moet ook een studentenkaart bijvoorbeeld mee hebben en dergelijke meer. Vergeet dat niet. En alles natuurlijk onder voorbehoud dat er coronamaatregelen zouden komen die dat nog helemaal veranderen. We hebben geen glazen bol. Dit is wat we denken dat mogelijk zal zijn de 1e juli. Maar goed, we weten het echt niet. We gaan dat nog eventjes moeten nakijken. In elk geval, ik wens jullie op het einde van deze lessenreeks van dit jaar veel succes in het examen en in je latere loopbaan. Sommigen zullen afstuderen, anderen niet. Maar goed, zelfs mensen die niet afstuderen, mensen die misschien niet graag doen of bij wie het niet zo goed lukt en waarvan het de stof niet echt aanslaat, weet ik veel wat de redenen zijn. Een jaar op de universiteit is sowieso nooit een verloren jaar en er zijn nog heel veel mogelijkheden. Ik zeg altijd aan de mensen die nu examen gaan afleggen, mensen die nu studeren, jullie zijn nu 18, 19 jaar. Jullie generatie zal 100 jaar worden, dus op een jaar meer of minder gaat het ook niet steken. En het kan wel eens wat moeilijker gaan, maar goed, er pakt u dan. En het kan ook goed lukken en doe dan zo verder. En gebruik de tijd die er is om goed te studeren, want er is nu al veel tijd. Je hebt weinig mogelijkheden natuurlijk. Het betekent wel dat je goed gestructureerd moet zijn. We zijn wat later met de lessen, met die digitale begonnen. Ik wou absoluut dat zelf doen. Het is het laatste jaar dat ik lesgeef. En ik wou dat eigenlijk wel zelf doen. Dat is jullie een beetje nadelig geweest. Dan heb je voor 2 of 3 moeten wachten. Maar we hebben dat nu ingehaald. En eigenlijk heb je nu ook alle lessen eerder dan hadden we het op een normale manier moeten doen. Op een normale manier moesten we nu eigenlijk nog 3, 4 lessen gaan doen. Maar probeer het goed te structureren, dat je het goed kunt doen. Ik hoop dat je dit jaar in elk geval wat kennis hebt opgedaan, ook van onze staatsinstellingen, dat het ook wat bijgedragen heeft tot de verdere ontwikkeling van jullie persoonlijkheid, want misschien is dat nog de belangrijkste functie van een universiteit, niet alleen u volstouwen met kennis, en dat is ook belangrijk, men mag dat toch niet onderschatten. U hebt een beroep dat u leert, u leert een vak, u leert rechten. Dat betekent dat u een technische kennis gaat hebben als u dat vak helemaal onder de knie krijgt. Het is typisch wanneer iemand zegt, juridisch kan dat niet, dan luisteren mensen daarnaar. Het is een vak, als een ingenieur zegt, die brug moet zwaarder gebouwd worden, anders gaat die invallen. Ja, dan gaat niemand die geen ingenieur is dat lang betwisten. Wanneer iemand jurist is en die zegt, kijk, dit is nu de juridische oplossing, een andere oplossing is juridisch niet correct, dan gaat men daar luisteren, want u hebt een vakkennis die u geleerd hebt en u hebt ook uw persoonlijke ontwikkeling gekregen, maar die kennis heb je toch gekregen. En vandaar ook dat ik u ten stelligste wil vragen om die kennis waar de maatschappij in investeerd is om u te, heeft om u te geven, gebruik die met veel wijsheid. Mensen gaan vertrouwen stellen in de kennis die je hebt.
Wees in de eerste plaats, dus voor je iemand een advies geeft of iets zegt, kritisch voor jezelf. Denk heel goed na of je juist bent. Want men gaat ervan uit dat wat je zegt ook juist is. Beschaam dus het vertrouwen van die mensen niet. En misschien nog de belangrijkste regel. Misbruik je kennis niet. Gebruik die voor wat goed is in uw eigen ogen, weliswaar. En dat van u, van de mensen die u een advies vragen. Voor mij is dit de allerlaatste les van mijn loopbaan als professor. Ik had liever een andere laatste les gegeven dan hier voor een scherm van mijn computer staan. Maar goed, ik had voorzien dat ik een les zou geven over een afscheidsles over de toekomst van België. En die was voorzien voor 15 mei, maar dat zal dus niet lukken. Maar ik werk verder in elk geval aan het artikel en in oktober hebben we nog een congres of een colloquium of zoiets. En daar ga ik dan maar misbruik van maken om in plaats van mijn laatste les daar mijn ideeën over de toekomst van de staatsstructuur van ons land te geven. In elk geval veel succes en veel vervelende studietijd, maar toch maak er het beste van en doe het goed. Dank u wel.